Ik ben me niet bewust van de tijd. Mijn laatste fit is al 3 weken geleden. Kijk op mijn klok, het is alle 5. Ik heb weer eens te veel voor naar lopen spelen. Maar nu niet meer, het is tijd voor Weekend League. Oké, mensen, eindelijk een jaar geleden had ik een video gemaakt. Ik wil graag Elite in de Weekend League. Dat is de eerste video dat ik daadwerkelijk 40 games ging filmen van mijn FIFA. En ik had er wel rempel Elite. Elite 3, hier zijn we dan. Zo, maar mijn eerste keer Elite is binnen. Ik wil het weer, heel graag Elite in de Weekend League. Ik ga geen uitspraken doen over de kans dat het ook daadwerkelijk lukt. Maar ik ga mijn best doen. Maar zoals jullie natuurlijk weten, kijk, FIFA draait niet meer om de gewone man. FIFA draait tegenwoordig om de e-sporter. De e-sporter moet gepleased worden. De hele game draait om de e-sporter. Trouwens, de intro van FIFA 19, die is al uitgelekt. Die ziet er zo uit. E-sport. It's in the game. It's all about that e-sports mentality. En die gaan we er vandaag proberen in te slaan bij mij. Want ik wil Elite in de Weekend League. Zoals je ziet, is dit mijn team. Ik heb deze icon hier en deze ook. En deze en nog één. Nee, zonder gekheid. Dit is het team waarmee ik het ga doen. Ik heb Marco van Basten icon in de spits. Is gewoon echt oprecht een hele goede spits. Ik heb Deco er ook in staan. De reden dat ik Deco erin heb staan is omdat dit nou echt gewoon de ideale schoonzoon is. Hij heeft echt de kop van de ideale schoonzoon. Het is de ideale. En het is best wel een goede middenvelder verder. Schoonzoon. Ik moet er nog 40 games, dus beter gaan we opschieten. De kans om een kleine voorsprong te nemen. Yo. Waarom is dit zo'n kutspel? E-sport. Even voor de duidelijkheid. Ja, ik kwam er net 1-0 achter. En ja, ik ga hier ook weer de 1-1 maken. Maar ik sta hier gewoon ongelooflijk te fluimen. Ik heb het gewoon even niet onder controle hier. Ik kom 2-1 achter. Dan zitten we inmiddels al in de 60ste minuut. Hij zit in de aanval. En de bal is bij Hendrik Larsson. De bal wordt afgepakt. En daar ligt hij mogelijk. Even die counter. Tikt hem door. En wat? Kijk nou. Ronaldo krijgt hier de bal. Van Basten is al weg. Dit was gewoon een goal. Dit was gewoon een goal geweest dit. Geef je eerst zo'n goede paas. Sluit je daarna af. Wat ben je dan voor lul ook, hè? Gelukkig is Ronaldinho doet een trucje. Bam, 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 boom, boom. Goeie goal. En het is zo belangrijk dat je die eerste wedstrijd wint in de Weekend League. En daarom is hij er inmiddels ingevallen. Arjen Robben. Zou wel eens de beslissing kunnen vallen. Dit is volgens mij niet Arjen Robben trouwens, maar daar switchen ze wel gelijk naar in het beeld. En het was een doeltrap. Bedroevend niveau. En dat is dit. Heb ik zojuist de eerste wedstrijd in de Weekend League verloren? Heb ik dit zojuist gedaan? Dit gaat een vrij moeilijk weekend worden. En dat wist ik gelijk al. Maar dat is niet erg. Tegenslagen zijn er om te overkomen. Je kan geen winnaar zijn als je niet weet wat verliezen is. Je kan niet weten wat geluk is als je nooit ongeluk hebt ervaren. Ik gooi er nog maar een paar dooddoeners uit om de volgende paar wedstrijden in te leiden. Oké, nu moet het gebeuren. Er mag geen steekje meer laten vallen worden. Voor de god, wat een kutzin zeg weer, jongen. Daar is hij, de man met het plan, Ronaldinho. 1-0. En dan even later een van de mooiste goals die ik ooit in FUT Champs heb gemaakt. Daar is Poppa. Doei. Komt er nog eentje aan. Daar. Daar is Van Bas. Bas. Ik kan er niks van. En ik word er 1 seconde later dit. Haha. Maar dat geeft helemaal niet. Geeft pas als hij er 2 in maakt. Oh, dat doet hij ook. Ik ben echt aan het kloten. Wat is dit, jongens? Goeie stats zo. In de tweede helft hebben we hier een klein geluk. Oké, groot gelukje met Ronaldo. Die scoort er 2-2. Maar helaas komt meteen staan er 1 seconde later weer met deze kant. En die bal vliegt er net niet in. Nee, hij raakt die bal helemaal verkeerd. Snel vergeten, dit flutschot. Wat? A. Hoe is dit een flutschot? B. Ik kan hier wat moois van editen. Willen jullie dat horen? Komt ie. Snel vergeten, dit flutschot. E-sport. Het is in de kutje. 78ste minuut, daar is hij dan. Marco Pannenkoek van Basten. Doelpunt. Daar deden ze toch even een tikkie uit, hoor, aan de tegenstander. Over tikkie gesproken, ik moet er nog 4 betalen of zo. Sorry voor de mensen die ik nog moet payen. Flikker ook op met je tikkies van 5 euro. Stop ze in die reet. We did it! And win in the Weekend League! Oké, met 1 win zit je nog geen zoden aan de dijk. Laten we snel meer binnenhaken. Hoi, lage voorzet, bam, goal. En doe er nog maar eentje. Boom! En om het helemaal af te maken, hier is Ronaldinho met een rainbow flick en die schiet de bal! Vroeger kon dit nog in FIFA, helaas kan het tegenwoordig niet meer. Deze ballen vliegen er nooit in. Boom! Overwinning. Hey, dit is ook weer zo triest. Kijk, ik heb gewoon een goede actie met Van Basten. Tik hem breed op Ronaldo, scoort hem. Ik tikte hem iets te laat. Het was buitenspel. Maar weet je wat hij dan doet? Dan lieft hij. Oké. Dan wordt ook weer een wind om mijn neus geboren. Want als hij er wel, als hij gewoon geen buitenspel staat, word ik gewoon. Het is een belachelijke actie. Hey, Robbie. Mijn droom kwam trouwens uit toen Robbie echt met Arias in gewoon was. Ik moet zeggen, het is een lekker voorzetje van Pogba. Ronaldinho neemt hem niet in 1 keer. Scoort hem ook niet in 1 keer. Dat is helemaal niet nodig, want hij gaat er gewoon in. En even het is de ideale schoonzoon. Ja, ja. Deco. Uiteindelijk maak ik nog die derde. Hij maakt nog 3-1. Ik maak 4-1. Ik maak 5-1. Ik win 5-1. Hey, ik moet eerlijk zijn, deze wedstrijd had ik wel wat struggles. Maar hier is Marco van Basten met een heerlijke goal. Ze komen op voorsprong en dat is volkomen tegen de verhouding in. Ja joh, lul maar lekker joh. Helaas weet deze kans het net niet te vinden. Net niet.
Dit, hier word ik toch een partijtje pestpleuren scheid irritant van, jongen. Wederom is dit gewoon scheid irritant. Ik blok die bal en hij scoort hem 2-1. En dan sta ik achter. En deze man domineerde me eigenlijk ook al. Volkomen terecht. Ja. Maar daar is de inmiddels ingevallen Leen Leutertje die ik nog 7 wedstrijden had. Lothar Matthäus. Tegen de verhouding in, Jori. Ja. Ga je nou stoppen of wat? En dan is het de 90ste minuut. Cristiano Ronaldo. En deze overwinning slepen we ook binnen. Dit was vast het winnende doelpunt. Oh, daar twijfel jij nog aan. Je hebt niet eens gezegd dat het tegen de verhouding in is. Moet je dat niet even zeggen, joh, lul? Nou, in ieder geval, hij geeft nog 1 keer voor de laatste minuut. En er kan niks gebeuren. What the fuck? Dus toen gingen we verlengen. Van Basten heeft hier de bal geeft ervoor. Boom, Ronaldo 4-3. Klaar, nu. Gewonnen, klaar. Uit. Erg tegen de verhouding in dit doelpunt. Ik sla je voor je muil, hoor. Erg tegen de verhouding in dit doelpunt. En zonder grap, ik heb dit niet geëdit, deze zinnen. Dit zei hij letterlijk bij elke goal. Oh, en dan staat het ineens 4-4. Dus we draaien waarschijnlijk uit op penalties. Of Marco van Basten doet het nog 1 keer in de 120ste minuut. Yes. Echt tegen de verhouding in. En dan staan we toch gewoon rustig 4-1. Dat is helemaal niet slecht. Dat is echt niet slecht. Yo, het oh, daar is hij weer. Het is de ideale schoonzoon. Belachelijke actie. Dit is schandalig. Gele kaart en een penalty. En die krijgen we ook. Koud kunstje voor Ronaldo. Maar de schietlakker zit er vanaf hier erin. Ik heb er helemaal gereed van. Een klein gelukje. Daar kan ik wel van genieten. Boom. 5-1. Hebben we toch even lekker recht gezet, of niet, hè? Lekker, hè? Lekker, hoor. Nou. Oké, dus toen ging ik even verder met spelen op vrijdagavond. Dat was een slechte keus. Ik kom 1-0 achter. Ik maak wel 1-1. Ik kom 2-1 achter. Ik maak weer 2-2. En ik kom voor in die verlenging. Maar uiteindelijk maakt hij me toch nog een met 3-3, 4-3. Maar het was gewoon een ongelooflijk klote lijkpotje. Dus ik besluit in de nacht pas weer verder te gaan met spelen op vrijdag. En tegelijkertijd met dat wat ook bekend dat het weekend die ik helemaal tot maandag zou duren. Een dag langer. Toen dacht ik, ja, klootzak. Kon omdat de service weer niet aankunnen of zo. Ik had gewoon wel geraakt met een verliespartijtje. Dus toen ging ik in de nacht spelen. En toen bleek dat ik er gewoon helemaal geen reet van kan. Ik kan er niks van. Nee, dat klopt. Nog nooit had gepresteerd. Ik heb inderdaad nog geen enkele goede weekendleague neergezet. Want ik deze verlies ik. En dan sta ik nu 5-3. Yo, mis, mis, mis. Maar uiteindelijk komen we op 1-0 voor. En daarmee winnen de wedstrijd niet. Want check wat hij in de 90ste minuut met Mahrez doet. Zo, dat kwam er heel slecht uit. Dan doe ik ook nog dit. Belachelijke actie. Ja, en dan verlies ik. En dan sta ik nu 5-4. Tijd om een winstrace neer te zetten, mensen thuis. Ja. 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. Boom, doei. Yo. Lastig teampie, zeg. Maar gelukkig beginnen we snel met scoren, want hier is Ronaldo door. Daar staat Van Basten weer vrij. Die gaat wel veel voor die tap-ins, hè. Dat is wat een echte spits doet. Ronaldinho maakt de tweede. Van Basten maakt de derde. Intonatie is erg belangrijk. Wil je in een video inspreekt die erg lang is. Maar hier maak ik een foutje. Dan scoort hij 3-1. Dan denk je, gaat het nou helemaal mis? Nee. Nee, gewoon niet, want die maakt de 4-1. Yo. Hey. En wat gaan we weer lekker. Ronaldo voor die 1-0. Wat gaan we nog lekkerder. Ronaldinho voor de 2-0. Ronaldo maakt 3. Ronaldo maakt 4. 5. 6. 6-1. Kut. Maar we winnen wel. Nee! Dit trouwens gebeurde in deze wedstrijd. Ik heb geen idee. Ik voel me wel een beetje sorry voor deze guy. Nou zeggen ze wel eens, in Weekend League heb je geluk en pech. Aan het eind van de rit is alles weer in evenwicht. En bijna was het gelijk weer in evenwicht na een paar minuten al. Maar gelukkig gaat hij hier niet in. Ik weet alleen niet wat meer skill vereist die goal die hij net in zijn eigen doel schoot of dit. Ja, dat allebei gewoon ontzettende klote goals zijn. Hè? Ze zeggen wel eens dat Sadio Mané een beetje een blinde speler is. Een speler die gewoon zijn medespelers niet ziet staan. Ondanks dat ze veel vrijer staan in scoringsposities. Het blijkt gewoon in FIFA echt zo te zijn. Ben je blind of zo? Ik speel hem hier gewoon weg. Boom, pats, 2-1, klaar. Binnen gewoon, ik bedoel... Klote actie. Wat is dit? Fluit voor een strafschop. Gele kaart en een penalty in de max. Penalty en gele kaart de max. Dat is echt fucking boos. Niet meer, geen rood. Maar ja, dat zijn wel de regels. Die regels zijn waardeloos. Zijn dat nog de regels eigenlijk? Besef dat hiermee wel met wat Van Basten idee de regels wel zijn aangepast. Want uiteindelijk, voor mij als je een doorgebroken speler nu neer had, krijg je nog maar geel toch als het een penalty is? Voor mij wel. Dat is echt fucking boos. Als je trouwens dit fragment zonder geluid bekijkt, let je net of hij aan het spit is. Als je er een muziekje onder zet, dan ziet het er zo uit. Ik vouw papier, kom niet zeggen dat jij meer fout. Ik doe niet alles goed, maar ik weet. Zeker, jij doet meer fout. Met Jack op het trek. Nou, ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. En ik heb 1, 2, 3, 4 bitches in huis. Uiteindelijk scoor ik hier voor de 4e keer. En mijn tegenstander is weg. Daar gaat onze winstreeks inmiddels super lekker. We hebben al 4 keer achter elkaar gewonnen. Alleen dan begint de domste fase aan de Weekend League die ik altijd meemaak. Dan ga ik of heel lekker, of ik verlies met debiel veel tegengoals en zelf ook wel wat goals. Ik verlies namelijk 8-4. De concentratie app dan gewoon een beetje weg. Dan ga je slidings naar voren doen, veel te veel druk zetten. En dan komt er zo'n vage wedstrijd. Maar de wedstrijd daarna kom ik op 1-0 en een race quit. En de wedstrijd daarna verlies ik weer met 5-2. En met 6-4. En die wedstrijd daarna kom ik 1-0 voor, 2-0 voor, 3-0 en een race quit. Yep. Dan gaan we inmiddels 11-7. Dat betekent dat in de resterende wedstrijden 18-4 moet gaan om het nog te halen. Concentratie is vereist. Dit is mijn tegenstander in de volgende wedstrijd. Credit Card FC. En ook deze wedstrijd lijkt makkelijk te worden, want ik pak gelijk weer een 1-0 voorsprong met Ronaldo. Maar ik kom ook weer op 1-1. Vervolgens maak ik zelf wel weer de 2-1. En ik zei toch dat karma me ging pakken. Aan het eind van de Weekend League is altijd alles in evenwicht. Déjà vu.
Ja, bij mij gaat het wel goed. Ik heb geen idee waarom hij mijn tegenstander zo vaag ging. Of hij met zijn keeper een knopje indrukte dat hij hem niet gaat. Of dat hij echt gewoon keihard genaaid werd. Oké, tijd voor een goede goal. We staan 2-1 voor. Dat gaan we naar 3-1 uitbreiden. Deze goal is zo lekker. 1 keer raken iedereen. Geen lag in de game. Hoog balletje. Niet heel standaard. En op dat moment 1 keer op de slot. 3-1. Wat een lekker goaltje. Ja, ze tellen helaas niet dubbel. Dus hij kan ook gewoon 1 keer normaal scoren. En daar staat gewoon 2-3. Ja, ja. Kijk, weet je wat ik heb in FIFA? Ik vind het goed dat voorzetten niet overpowered zijn. Deze game draait natuurlijk om de e-sports. En daarin kan je toevalligheden niet te overpowered maken. Want anders zijn die e-sports allemaal boos. En ik vind het ook helemaal niet erg dat voorzetten heel slecht zijn. Heel vaak vallen ze in de handen van de keeper of gaan ze uit. Maar als die voorzet dan een keer goed is, waarom is het onmogelijk om via een volley of een kopbal een beetje normaal af te maken? Het kan gewoon niet. Ik heb zoveel van dit soort. E-sporting is hot. E-sport. Ik heb zin in een kutje. En dan maakt hij in de 87e minuut 3-3. Had ik iets gezegd over voorzetten? Ik heb geen idee. Kijk, Weekend League, dat gaat niet over rozen. Het kan soms gewoon een beetje pijnlijk zijn. We gaan beginnen aan de tweede helft van de verlenging. Deze game was gewoon vrij intens. En uiteindelijk loopt hij ook uit op strafschoppen. Hij neemt de eerste penalty. En hij scoort, want hij trikt me dom in de verkeerde hoek te sturen. Want hij neemt die aanloop en leest alsof hij links schoot. En je weet wat ik bedoel, toch? Dus ik scoor hem gewoon. En hij denkt dat ik 2 keer in dat trucje trap dat ik in die hoek schiet. Natuurlijk trap ik daar niet 2 keer in. Tuurlijk ben je zo dom. Dus ik scoor. En nu probeert hij me andersom te tricken. Hij denkt echt dat ik dom ben of zo. Hij was zo voorspelbaar. En uiteindelijk pak ik zijn laatste penalty ook nog. En ik win. Ja. Dit goede gevoel moeten we vasthouden in de Weekend League. Dan is Elite nog gewoon mogelijk. Volgende wedstrijd. 1-0 Ronaldinho. Helaas is daar die opgelegde kans voor Martial. En hij maakt 1-1. Het was niet eens een opgelegde kans. Gewoon een goed schot. Maar ik kom weer op 2-1 voorsprong. Kom wel weer op 2-2. Maar daar is die 3-2 dan van Marco. En dit is echt. Dit is wat jullie hiermee gaan maken, mensen. Schrijf het op. De dag dat dit is gebeurd, herinner je over 50 jaar nog. Dit is. Oké, weet je wat is gebeurd? Normaal duurt 2 minuten, duurt 16 seconden in game. Ik heb geteld, in mijn game was er 1 minuut 20 blessuretijd. Echt echte minuten. Dus dat betekent 10 FIFA minuten blessuretijd voordat hij afvloot. En hij kon de hele tijd afvloot, want die bal ging elke keer heen en weer. Maar hij vloot gewoon niet af, hij wilde gewoon aan mijn tegenstander nog gelijk ging maken. Maar ja, ik win alsnog, dus wat zei ik? Vond het gewoon een beetje frappant, oké. Dus die game daarna kwam ik 1-0 voorsprong. 2-0. Tel 2-1, maar ook 3-1, 4-1, klaar. Ha! En die lijn trekken we gewoon door, 1-0, 2-0, win. Maar dan... Dan begint de extreme kwakkelfase. En daarmee bedoel ik dat ik gewoon extreem aan het verkloten ben. 6-4 verlies ik weer. Die wedstrijd daarna is helemaal bizar. Sta ik 3-2 voor. Scoort hij 3-3. En dan gebeurt dit bij mij. En dan scoort hij hem wel. Ja. Topspel. Dan kom je ineens zo'n random goed team tegen. Scoor je 1-0, is hij weer weg. Wat is dit? Maar de volgende game is weer 3 keer niks. Verlies ik met 3-1. Kom ik tegen deze gast weer gelijk achter. Alleen scoor ik wel 1-1, 2-1, 3-1, 4 en dan is hij alsnog weg. Maar van deze keer verloor ik echt weer zo kansloos. En dat betekent, dames en heren, dat we nu officieel niet meer mogen verliezen. Het is do or die. Maar ondertussen moet ik nog wel 11 inhalen. En het is echt zo. Ik sta nu 18 om 11. We gaan er even goed voor zitten. En het is echt totaal niet onmogelijk. Het is nog lang niet onmogelijk, mensen. Er zijn gekkere dingen gebeurd in het voetbal. Er zijn gekkere dingen gebeurd in mijn Weekend Leagues. Als je eenmaal echt die wilskracht hebt, kan het best nog wel lukken. Dit is mijn tegenstander. In de eerste game van de comeback. Pogba waagt hij maar gewoon een schot. En hier is een klein beetje geluk is dit wel. En ik kom 1-0 voor in deze wedstrijd. Wederom gewoon een lekkere aanval via veel schijven van Bassen door op Ronaldinho. En die kan die bal scoren. Vrije trap voor de tegenstander. Ik werd hier zo fucking mad om toen dit gebeurde. Wat ben je aan het doen, jongen? Rechtsback. Maar nee. Elke game telt vanaf nu. Hou je kop erbij. Hou je kop erbij als hij in de aanval is. Doe geen fucking domme dingen zoals dit. Wat heeft het nou weer voor zin? Werkelijk waar alles gaat hier mis. Ik wissel hier Paulinho voor Blank. Paulinho voor Blank. Mijn beste middenvelder eruit voor Paulinho. Ik moet heel eerlijk zijn dat ik hier gesaved werd door de engelen van FIFA. Ik bleef namelijk staan. En het dook automatisch in de hoek. Ik deed oprecht niks met mijn poppetje. Poppetje. En het pakt uiteindelijk gewoon lekker uit. Want dit is een goede avond. Dit is gewoon wederom veel schijven rondom de 16. Dat zijn de lekkere goals. En uiteindelijk is het Ronaldo die hem afmaakt. 2-1. Maar je raadt het al. 120 minuten. Een assist van Paulinho. Ik weet niet wat hij daar doet. Ik had hem ook nooit moeten wisselen. Eigen schuld. Dikke bult. Uiteindelijk komt hij. What the fuck is dit? Wat is dit? Wat is dit nu? Matty, focus. Elke game vanaf nu telt. Aangezien jij natuurlijk al een penalty gemist had in de game, zat zijn vertrouwen misschien minder vanaf de strafschopstip. En dat klopt. Dit slaat echt nergens op. Paulinho maakt hem wel. Uitstekende wissel. Heb ik altijd al gezegd. Voor penalty reeksen moet je gewoon je specialisten erin wisselen. Hij neemt de aanloop met Lozano. Nu duikt mijn keeper niet vanzelf. Waarom nu niet? En Van Basten mist. Ik had het idee dat hij zijn keeper nu ook automatisch doken. Dat hij gewoon bleef staan hoor. Maar daar is Bailey en die mist zijn penalty. Ronaldo scoort wel. En we staan nu op 2-1 met een gelijk aantal penalties. Hij mist net niet met zijn Costa. Ronaldinho mist ook niet. Maar daar is hij. De aanloop van Kanté. Schiet! Hij mist hem! Ja!
Oh, dit is lekker zeg. Nog maar 10 wedstrijden te gaan. Die ik allemaal moet winnen. En ja, dat lukt niet. Want ik verlies er gelijk al erachteraan. Ik vind het wel jammer dat we dit moeten concluderen na 30 games in Weekend League. Dat ik het dan al niet meer kan halen. Ik kan er niks van. Nou ja, professioneel als ik ben gaan we natuurlijk wel de Weekend League gewoon uitspelen. Om natuurlijk nog goud 1 binnen te haken. Ik speel tegen de Benenbrekers. En ik maak uiteindelijk in de 82e minuut op deze wijze de 2-1. En hij had veel meer balbezit en zo. Maar schoot eigenlijk nooit echt. Een beetje die echte easy sport tactieken. Dus hij stuurt mij daarna Lucky. Ik weet niet hoe het uitspreekt ook weer. Dus ik zeg, je moet eens wat vaker schieten in plaats van dat pasen als een wannabe e-sporter. Dus hij vraagt, hoe eindig je normaal in de Weekend League? Dus ik zeg, ja, ik heb eigenlijk nog nooit echt een hele Weekend League gespeeld. En daarna vroeg hij aan mij, hoe ben je eigenlijk aan al die coins gekomen? Ja, sindsdien heb ik niet meer op hem gereageerd. Eigenlijk best wel dom. Dit was gewoon een kans om een nieuwe vriend te maken. Oh, ik voelde mezelf misschien een beetje exposed dat ik te veel geld had uitgegeven. Ja, doei. Die wedstrijd daarna, die verlies ik trouwens. Die wedstrijd daarna kom ik 1-0 achter, wordt wel 1-1, 2-1, 3-1. Weg. Die wedstrijd daarna win ik met 4-2. Waardoor we in goud 2 zitten, ja! Die wedstrijd daarna kom ik 1-0 voor, kom ik 2-0 voor, kom ik 3-0 voor en is hij weer weg. Die wedstrijd daarna, die verlies ik kansloos. En die wedstrijd daarna, ja. Rukken. Ja, meer gebeurde er niet. Wonnen wel. En de situatie als volgt, we hebben nog 3 wedstrijden. Als we de 2 winnen, zitten we in goud 1. Moet toch te doen zijn? Ja, niet dan? 1-0. Ja. Het is de ideale en het is geen lelijk goaltje ook, op papa, nee! Die vuur op je beeldscherm. 3-0, doei. 1 winstje nog. Moet kunnen. 1-0. Kijk, soms krijgen ze een goaltje tegen, maar als hij zo fucking mooi is, dan moet je gewoon accepteren van ja, oké, ja. Oké, ja, weinig aan te doen, denk ik. Oké, spijt. Ik had liever de 0 houden en verlengen. Maar oké. Gelukkig was ik goed genoeg om een 2-1, 3-1 en 4-1 te geven en hij is weg. Yes, goud 1! Dan hebben we eigenlijk nog 1 game over waar we helemaal niks aan hebben. Maar ja, dan kunnen we in ieder geval op 26 winst komen en dan hebben we eerherstel. Okay, deze goal is echt vaag. Ik schiet hier met Walker, een beetje een rare hoek. Maar hij duikt hem automatisch in en ik schoot niet eens meer. Dan kom ik op 2-0. Dan komt hij wel op 2-1. En op 2-2. Maar ik maak de 3-2. En daarmee, mensen, komen we niet alleen op 26 winst, maar ook... Top 100 gehaald. Lekker voor je. En nu dan? En jullie dan? Wat staan jullie? Geen elite, maar wel gewoon top 100. Dit was op zaterdagavond en deze Weekend League duurde tot dinsdagochtend. Dus ja, ik vond het niet raar dat ik op 86 stond met al 26 winst zo vroeg in het weekend. Maar hey, het voelt op een of andere best cool. Ik stond gewoon boven Brian Hessing, hè? Wat dan, hè? Waarschijnlijk had hij 25, 26 games gespeeld en ik al lekker 40. Maar boeien! Ik wil eigenlijk een keer grinden, laten we zeggen, aan het begin. Echt vanaf vrijdagochtend al gaan spelen en kijken of je dat op 1 kan kopen. Waarschijnlijk is het echt simpel als je gewoon 40 games achter elkaar speelt. Dat is wel een leuke challenge voor een keer, hè? Ja, we hebben het dus niet gehaald. Maar ja, ik bedoel, het was ook de eerste keer. Oefening baart kunst. Ik zie jullie bij de volgende keer weer. Want er komt nog een poging, sowieso. Allemaal, ja!